Hoi, welkom bij deze video. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe ik de paracord armante cobra steek maak. Dus volgens mij is dat gewoon de normale steek. Ik ga dat jullie voordoen. Ik heb wel al allemaal bijpassende materialen om het goed te maken. Maar de steek blijft natuurlijk hetzelfde. Oké, als eerst heb je bij zo'n ding nodig een clipje dat je er zo op zet. En dan nog het clipje voor je touw, voor de armband. Dat is in dit geval rood. Die klik je erop. Dan meet je, dan moet je even googlen hoe dat ook weer zit, want dat weet ik ook niet helemaal. In elk geval knip je de touwlengte af van een bepaalde maat die je zeg maar wilt maken. Bijvoorbeeld ik heb een, hoe heet dat? Zo'n papiertje waar het allemaal op staat. Alleen dan online, ik weet even niet hoe het heet. Oké, kom, dan gaan we verder. Je maakt zo de punten bij elkaar. En dan pak je zo het midden. Dat lusje, dat steek je hier zo doorheen. Dacht. Ik ben het zelf fout aan het doen. Oké, ja. Zo. Dus je steekt het lusje er doorheen. En dan haal je de draden er doorheen. En dan zorg je natuurlijk wat ik heel goed heb gedaan, is dat het zo ongeveer hetzelfde lengte blijft aan het einde. En dan ga je dus met het einde. Ga je naar de andere. En dan zorg je dat dit zo recht blijft staan. Zo, dan trek je hem aan. Oké, ik ga nu voordoen hoe ik de eerste steek moet maken. Dat is hetzelfde als alle andere, maar mensen vinden die vaak lastig. Je pakt, maakt niet uit welke kant, je pakt in elk geval een kant. En dan maak je zo een soort viertje. En dan pak je de andere draad. En die leg je er overheen. En dan met dat uiteinde ga je er zo onderdoor. Dan heb je zo een soort, ja, gewoon een soort knoopje. En dan trek je die aan. En dan bij daar het lusje, dus waar zeg maar het laatste uiteinde zit, die maak je dan weer een vier, doe je de andere eroverheen en trek je hem er doorheen. Zo. En nu moet ik dan dus hier het viertje maken. Dus maak ik hier de vier, trek ik de andere er doorheen. Zo. De hele tijd. Heen en weer. Oké. Dus. Bij deze maak je de vier. Leg je de andere eroverheen. Doe je hem eronder door. En dan ben je klaar. Ik ga hem even afmaken. En dan laat ik jullie dadelijk zien hoe ik moet afbranden. Oké, we zijn bij de laatste paar steken aangekomen. En je kan nog zo aanduwen of juist aantrekken als je daar tekort komt. Maar goed, dat kan je zelf ook wel bedenken natuurlijk. Als je trouwens het achtergrondgeluiden hoorde, dat kan. Maar maakt mij niet heel veel uit. Hopelijk jullie ook niet. Oké, ik ga jullie nu het afhalen, laten zien. Ik ga eerst even de laatste steken maken. Zo. Oké, dan maak je. Het is natuurlijk wat je zelf wilt. Als je hem ver legt van het lusje, dan kan dat. Als je hem dichtbij wilt, kan dat. Moet je echt zelf bepalen. Als je dat dan zo hebt, dan strijk je hem een beetje op. Gewoon dat hij net iets netter allemaal zit. Dan trek je hem aan. Dan haal je hem eraf. Zo. Als hij voor jezelf is, kan je natuurlijk even kijken of je hem past. Als je hem niet past, dan moet je de hele video opnieuw kijken. Alleen dan met een andere maat. Of je deed het toevallig. Heb je het onthouden? Oké, nou, je hebt nu zo de armband. Dat die zeg maar zo zit. Dan draai hem om. Dat je zo je arm en dan dat hij dan dicht gaat. Dus niet met de bukkel zo, maar zo om. Nou, ik heb een naald. Maar je kan het ook met een satéprikker of iets anders dun doen. Of natuurlijk, want mijn eerste armbanden brandde ik gewoon bij het eerste af.
Nu is het netter. Dan pakken we de tweede. Die. Daar gaan we dan, zeg maar, het tweede van de V, noem ik het maar even. Heb je 1, 2, 3. Dan pak ik de derde. Die wrik ik dan zo een beetje los. Zo. Dan pak ik het touwtje. Dan doe ik die er doorheen. Trek ik een beetje aan. Kan zo dat je hier dan niks meer hebt, maar dat is niet erg. Ja, of je moet hem super slecht hebben geknoopt. Dat kan natuurlijk ook gebeuren met de eerste keer. Zo. En dan die andere, die is wat lastiger. Eentje is altijd iets lastiger, omdat die zeg maar vanaf de andere kant moet. Zo, als je dan dit hebt. En ze zitten er allebei doorheen. Dan heb je een schaar nodig. Dan pak je hem zo. Dan knip je hem. Nou ja, ik denk voor de eerste keren er niet te dichtbij, maar gewoon ver weg genoeg. Knip je hem af. En dan brand je hem. Zo. En dan druk je hem aan. En dacht je eventjes. Nou, dan is die af. En als je dit te hard vindt, kan je nog met een nagelvel er voorzichtig langs. Maar, ja. Nou, dit was het. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ga je nog even laten zien. Dan zit het dus zeg maar zo. Ik hou altijd van dat lossere. Maar je kan hem natuurlijk ook super strak hebben. Het is net dat je zelf prettig vindt. Nou, dit was de eerste video. Doei!